iedereen zich zeker moet stellen ooit eens in de loop van een leven en misschien niet per se op jonge leeftijd, maar zeker op rijpere leeftijd, hoe ben ik de mens geworden die ik nu ben? Waarom zeg ik dat nu zo? Eén, omdat uiteraard nu collega's-filosofen mij meteen zullen zeggen, ah, Jean-Paul, we hebben nu door, hè. Jij citeert de ondertitel van het fameuze, het beroemde, schitterende werk van Friedrich Nietzsche, Ecke Homo, hoe iemand wordt wat hij is. Ja, dat is juist. Ik mag toch ook wel even uitpakken met mijn filosofische kennis. Maar het mooie aan die uitdrukking, hoe ben je geworden wie je bent? Uh, heeft twee uh, zaken in zich. Het eerste is dat de uitdrukking wie je bent zelf ook een tijds- en plaatsgebonden idee wordt. Dus met andere woorden, uh, iemand die tegen mij zou zeggen, uh, iemand, oké, okay, voorbeeld. Iemand vertoont een, een curieus gedrag. Uh, je maakt die andere daarop attent. Je zegt, uh, dat, is, dat is nu toch wel gek wat je, wat je daar nu gedaan hebt. En die antwoordt mij dan, en ik heb dit al effectief meegemaakt, die antwoordt mij dan, ja, zo ben ik nu eenmaal. Dan heb ik altijd als antwoord klaar, in dat geval wordt iemand anders. Uh, dus dat die, ik ben zo zijn zo, geen vast en onveranderlijk gegeven is. Uh, ik ben geen essentialist om het filosofisch uit te drukken. Maar ook dat het tweede element, dat wie je dan bent, een, het, 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 het resultaat is van die hele voorgeschiedenis. Dus bijvoorbeeld voor mij persoonlijk betekent dat uh, dat ik geen afstand neem van mijn religieus verleden. Uh, het feit dat ik protestants opgevoed ben geweest. Dat ik uh, een lange strijd is een te groot woord. Maar toch zeker een gevecht heb geleverd. Uh, om van dat geloof weg te dwalen. En dan uiteindelijk nu mij vandaag als atheïste te omschrijven. Uh, het zou gek zijn indien ik nu zou zeggen. Vandaag ben ik atheïst. Dus dat verleden bestaat niet meer. Uh, dat zou gek zijn. Ik zal daardoor niet kunnen verklaren uh, wie ik vandaag hier en nu ben. Uh, bovendien, door dat verleden niet te negeren, uh, geeft het mij ook de mogelijkheid om mij zeer goed, ik denk dat toch, zeer goed te kunnen inleven in uh, al deze mensen die in een gelovige situatie worden opgevoed en die worstelen daarmee. Ja, want heel vaak krijg je wel dat uh, argument, ja, jij bent gelovig, je, je, je gelooft in God, je maakt het jezelf wel gemakkelijk, want je krijgt alle antwoorden van boven. Wel, ik denk dat mensen die dat beweren zich schromelijk vergissen. Uh, het is lang niet altijd een zegen om iemand boven u te hebben die al de antwoorden heeft, dat is de veronderstelling, maar zo grandioos en in zoveel gevallen weigert om ze u te geven. Leer daar maar mee leven, dat is niet eenvoudig. Dus uh, het zou gek zijn indien ik die geschiedenis zou negeren. Dus deze vraag lijkt mij uh, een vraag te zijn die best een aantal keren wordt gesteld en bij voorkeur niet op het sterfbed. Want daar heeft ze effectief geen belang meer.